is er. Er stroomt ook water daar beneden. Albarracín. Viaducto de Corzo komt nu van 450 meter. Amstel. Oro. Gold. Nou, eens kijken of je hem erin kan gieten. Met die wind. Ja, want niet tegen de wind inplassen. Salut. Helemaal alleen op de camping. In de wind. Ja, dat wel. Sneu. Heel mooi bruin geworden. De flapjes. Nog meer flapjes. Wat een luxe. Elke dag lekker eten, hè? Heb je gezien wat hiernaast staat? Nee. Oh, een oude auto onder een dekje. Wat zeg je? Ik heb je iPad verbrand. En waarom? Je zit veel te veel met andere mensen te praten, veel te weinig met mij, dus ik heb gewoon verbrand. Gewoon ja, de fik erin. Fut hem met. Ah, sí, ya te tengo. Nou wel? Ahora sí. Ja, aquí, aquí. Sí, sí, ahora sí. Te voy a mandar un WhatsApp. Wat gek. Ja, nou, mooi. Vanavond kon ik niet. Nee, maar net ook niet. Onmogelijk. En nu? Ja. Ja, hè? Nou, dat is die. In Talon, ja. Achilles space. Ja. En dan ging naar de gemelo. Schijnlijk. Ik kon niet lopen. Ik kon mijn voet gewoon... Nee. Nou, toen ben ik naar mijn fysio. John aan het onthaast. Wil je aan het doen? Met foto tegen. Wat leuk. Met regen op dakkie. Hoor je al wat? Eerste nacht in Valencia en het giet. Ik ging naar de douche, geen water. Niet alleen geen warm, maar gewoon geen water. Dit is het uitzicht vanuit de caravan. We're in the middle of a
water. Maar bij de wasbak, no water. Maar pas na 3 weken onze eerste regenbui. John is met de auto naar de receptie. In zijn korte broek en slippers, anders wordt hij toch zeiknat. Zo, ze zaten er direct naar kijken. Pang. Dus ja, ze wisten het helemaal niet? Nee. Wat is er aan de hand? Een handje kapot. Goed weer gemaakt, hè? Hij doet het! Goed zo. En dat is dat koffertje van Knaus. Ja, ja. Oké. Het is alweer 7 over 7. Het is een plein midden in Valencia. Met sinaasappels. En sinaasappelbomen, die staan hier gewoon fantastisch. Heb je zin in een sinaasappel? Zeg je? Heb je zin in een sinaasappel? Weer verbannen? Ja, ik zit net eventjes naar Heidi en Piet te appen dat we verwachten rond de 10e weer in Nederland te zijn. John die speelt een beetje vals. Die maakt mij de hele tijd in en dan gaat hij in 1 keer, legt hij alles op tafel. Alles. Het was revanche. Wat zei je? Het was revanche voor de eerste dag, want toen ging het net anders. Goedemorgen. Woensdag 3 mei. Ja. Richting Barcelona. Nee, afriet nemen. Onze tweede dag regen. Het is de nudiste camping, strand bedoel ik. Nee, maar daar is die bus voor, die brengt je dus naar het strand. De bus brengt je naar het strand. Le Pont de Avignon.
koffie kostte in Spanje 3 euro. Hier? En we zitten nu op 4,50. Maar wel op een kop. Super. Heel interessant. Gaan we naartoe? Naar de camping. Sur le pont d'Avion. On a pluie, on a pluie. Moeten we over de brug gaan. 'S Morgens 10:30. Lekker donker. Hier op, hè? Een tijdje later. Deel 64. Het plan van... Kijk. Links Lyon en rechts Roanne. En dat midden in Lyon. La, 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 la.